Kent de heer Smals de twee beloftes van de vorige wet? Hij had het over 1954, maar ik denk dat hij vergeten is dat we in 2007 een pensioenwet hebben die de pensioen- en spaarwet verving. Meneer Smals. Voorzitter, ik vermoed dat meneer Azarkan mijn best kan helpen. Dat wil ik wel, want in 2007 is eigenlijk afgesproken dat de deelnemers van de nieuwe pensioenwet, die zouden een bepaalde mate van individuele en financiële zekerheid hebben. Dat was de belofte. Is dat nou uitgekomen, meneer Smals? Nou, voorzitter, een bepaalde mate ja, maar onvoldoende. Hoe kijkt de heer Smals nou aan tegen diezelfde belofte die we nu weer doen, met een enorme operatie die ze weer gaan niet kent? Op basis waarvan vindt de heer Smals nou dat we die beloftes kunnen gaan nakomen? Heer Smals. Ja, voorzitter, nou ja, precies. Dit is precies de kern van de wet. Namelijk dat iedereen zijn eigen potje krijgt. En dat is precies het antwoord op de vraag van meneer Azarkan. Je kunt zeggen het is vrij briljant. Je kunt ook zeggen het is een bepaalde mate van luchtfietserij. Als je denkt dat als je nu 1500 miljard verdeelt over 10 miljoen mensen, ongeveer 150.000 euro per persoon. Nee, maar als je denkt dat als je dat geld wat je nu een soort collectief hebt, dat als je dat dan verdeelt in allerlei potjes, dat er dan ruimte ontstaat. Waar komt die tovertruc vandaan?